Goedemorgen allemaal. Welkom bij een aflevering op Paarse Vrijdag, over Paarse Vrijdag, over jezelf zijn. Superleuk dat we het daarover gaan hebben. Mijn naam is Jochem Uitdagen en ik mag jullie meenemen in het onderwerp van voor over je hoed. Ja, hoe het is om over jezelf te praten, over jezelf te zijn, want dat is iets wat super belangrijk is. We gaan er heel veel interactiviteit mee doen. Ik heb de vragen hier al klaar om te ontvangen op mijn iPad. En we gaan er een hele leuke uitzending van maken. En het wordt een bijzondere uitzending, want we gaan het toch over mensen zelf hebben, van hoe ze erin staan. En ik heb er heel erg veel zin in. We maken deze uitzending in samenwerking met de Alliantie Gelijk Spelen. Zij staan ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat is dan ook het voornaamste onderwerp. En aan jullie de vraag, als je vragen hebt om ze in de chat te gooien, dan geef ik ze door aan onze gasten. Maar ook om eens bij jezelf na te denken, kan ik mijzelf zijn? Maar ook belangrijk, kan ik andere kinderen, andere leerlingen ook zichzelf laten zijn, zonder dat ik daar gek over ga doen? En dat is ook waar het over gaat. En daar gaan we het over hebben. Ik vind het heel erg leuk, want te gast hebben wij in onze eerste uitzending Wout Brauma en Maud Roetgerink. En zij gaan het hebben over hun boek Wout en Maud. Hoe toepasselijk is die naam? En waarom ze dat boek hebben geschreven, dat gaan ze jullie vertellen. En ik ga ze er gewoon bij halen. Goedemorgen Wout. Maud is er ook. Ik ga Maud er ook even bij zetten. Dat vind ik toch wel even leuk, dat jullie met z'n tweeën in beeld zijn. Kijk, dat lijkt mij mooi. Goedemorgen. Je ziet ook iemand anders in beeld. Dat is leuk. Dat is namelijk onze technicus die op de achtergrond zit. Hey, maar mag ik even bij jou beginnen, Wout? Jullie zijn betrokken bij Paarse Vrijdag vandaag. Wat is de reden dat je hebt gezegd van wij willen hier onze tijd insteken om de leerlingen iets te vertellen over jezelf zijn? Nou ja, kijk, jezelf zijn is denk ik het allerbelangrijkste in je hele leven. En er is soms wat moeilijkere situaties dan andere keren. Maar voor mezelf vond ik het super fijn als ik in een omgeving was, of dat ik zelf sterk genoeg was om mezelf überhaupt te kunnen zijn. Dus het lijkt mij van heel groot belang om veel plezier in je leven te hebben. Absoluut. Hoe was dat voor jou, Maud? Ik vind het net zo belangrijk als Wout. Ik denk dat ons boek ook alles zegt. Dat we daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Ik kom natuurlijk uit de toen nog mannenvoetbalwereld. Dus voor mij was mezelf zijn niet altijd even makkelijk. Nee, vertel even, want wat is je achtergrond? Je heet Maud Roetgering. Je hebt gevoetbald. Ik heet Maud Roetgering. Ik heb 16 jaar bij FC Twente gevoetbald. Ik ben erbij sinds de start van de Eredivisie Vrouwen in 2007. En op dit moment ben ik sinds juni gestopt als profvoetballer. Net als Wout, die was iets later. en ik ben nu technisch manager bij PSV Vrouwen. Kijk eens aan. Hey, Wout, kan jij je ook nog even voorstellen? Dat kan ik zeker. Ik ben Wout Brauma, ik ben 37 jaar. Ik heb van mijn 18e tot mijn 36e gevoetbald. Voornamelijk bij FC Twente, maar ook nog even bij PEC Zwolle en FC Utrecht. En een jaartje in Australië gezeten. En sinds 2 jaar heb ik samen met Maud een kinderboek gemaakt. Die is afgelopen zomer uitgekomen. Dus we zijn nu ook nog eens uitgever van kinderboeken. Dus hartstikke leuk. Ja. Kijk eens aan. Kan jij een stukje uit jullie boek voorlezen? Dat kan ik zeker. Ik heb hem hier voor me liggen. Dus, kijk eens aan. Helemaal goed voorbereid was ik. Heel goed. Daar gaan we. Het gaat over Wout en Maud. En we zitten op de tribune en we zijn aan het meezingen bij liederen die gezongen worden bij de wedstrijd. FIFO, go, 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 brilde Wout en Maud. En hup, daar kwam het volgende liedje. Het zijn de homo's, yes, yes. Het zijn de homo's van VSS, zong Wout. En sprong hij mee. Tot hij ineens voelde dat Maud gestopt was met springen. Hij keek opzij en daar stond ze. Doodstil. Haar armen over elkaar en haar mond stijf dicht. Wat is er? Riep Wout boven het gezang uit. Tom liet, zei Maud. Hoezo? Het rijmt toch? Riep Wout. Yes, yes. VSS. Maud stond nog altijd stil. Als enige op de hele tribune. Weet je wel wat je zingt? Vroeg ze. Wat? Riep Wout. Door het lawaai kon hij haar amper verstaan. Weet je wel wat je zingt? Schreeuwde Maud nu. Tuurlijk. En hij begon weer te zingen. Yes, yes, het zijn de Heel even stopte hij met zingen. Ineens snapte hij wat Maud bedoelde. Moos van VSS zong hij verder, maar wel een beetje zachter. Maud keek hem aan en schudde haar hoofd. Wat? Wout haalde zijn schouders op. Het is maar een liedje. Klein stukje uit het boek.
Ja, nou, ik voel hem al wel heel duidelijk. Wat is specifiek de reden dat je zegt van ja, ik wilde dit stukje voorlezen voor de leerlingen om te laten horen? Nou, toen ik 12 was, zoals ik net zei, kwam ik bij FC Twente en dan kregen wij 2 seizoenkaarten van de club en gingen met mijn vader naar de wedstrijden toe. En wij zaten dan altijd hoog in de tribune, vlakbij de fanatieke aanhang, vak P van FC Twente. Ja. En die zong altijd het liedje Het zijn de homo's van Vitesse. En ja, het hele stadion zong eigenlijk mee en ik en mijn vader zongen ook mee. Ja. En nu denk ik eigenlijk van god, dat is helemaal niet oké wat ik toen gezongen heb. En daarom is het teruggekomen in het boek. En ja, hopen we daarmee een beetje ja, het beeld te schetsen van hey, het is niet oké om zomaar mee te zingen. Denk altijd na voordat je iets zegt, want het kan mensen pijn doen. Ik ben er wel even nieuwsgierig, Maud, voor jou. Want in het boek wijs jij Wout hierop. Hoe doe je dat tegenwoordig? Wijs je dan ook andere mensen op? Ja, in het boek is wel een klein beetje vertekend. Want in het boek ben ik 12. Ja. Toen was ik nog niet sterk genoeg om als Wout dat zou zingen hem daarop te wijzen. Maar ik denk naarmate wij verder zijn gegaan met dit proces en vooral ook de laatste 2-3 jaar van mijn carrière en het proces met Wout, zoals ik al zei. Ja. Ben ik me wel steeds bewuster gaan worden van dat het eigenlijk heel makkelijk is dat je even zegt, hey Mietje, hey homo. En het is vaak niet eens per se vanuit kwade bedoeling. Alleen het woord wordt zo vaak gewoon niet gebruikt. En vooral in de voetballerij vinden wij dat heel erg belangrijk. Omdat er nog geen officiële homoseksuelen zijn die nog steeds actief in het voetbal zitten. Nou ja, en als je dan zo makkelijk het woord mietje of homo rondgooit, zal het ook niet makkelijker maken voor iemand die eventueel wel homo is. Nee. Wat doet het jou als jij dat hoort? Als mensen dat roepen? Ja, ik vind het gewoon zonde. En ik moet ook heel eerlijk zijn, dat soort dingen gebeuren gewoon niet in het vrouwenvoetbal. Daar wordt elke wedstrijd van de Oranje Leeuw in 1 nummer in gezet. En dat is Daartje van de Donk, van de Donk. Ja, dat is fantastisch, omdat we gewoon een heel ander publiek hebben. Maar goed, ja, ik ben vaak genoeg bij de mannen in het stadion geweest. Ja, en daar gaat het soms wel echt heel erg ver. En eigenlijk zou het mooi zijn dat we ons daar bewuster van worden. Net zoals Wout zegt, dat hij 12 is en gewoon meezingt, omdat iedereen het doet. Maar denk gewoon voor de tijd na wat je zingt. En of dat ja, nou heel erg leuk is voor degene die eventueel bijvoorbeeld homo is. Ja, want jij zegt al, bij de vrouwen zingen we sowieso andere liedjes. Het aspect van homoseksualiteit, het feit dat je als vrouw op een vrouw valt, of een man op een man, of nou ja, dat je nou ja, in de brede zin, als je eigenlijk gewoon nou ja, misschien wel op een man of een vrouw kan vallen. Ik krijg de indruk dat het bij het vrouwenvoetbal, dat het eigenlijk gewoon heel, hoe moet ik het goed zeggen? Help me als ik ik vind het altijd, je moet de juiste woorden gebruiken, dat het heel gangbaar is, dat iedereen het gewoon vindt, zoals het ook gewoon behoort te zijn als vrouwen met vrouwen samengaan. Hoe zit dat bij de mannen? Wat is jouw indruk daarvan? Van mij, bedoel je? Ja, als jij kijkt naar binnen het vrouwenvoetbal, weet je hoe het werkt en dat is het gewoon geaccepteerd. Hoe zit het bij de mannen? Hoe kijk jij daaraan? Kijk, het probleem is een beetje dat dat voetbal van oudsher een mannensport is. Dus bij ons is het inderdaad super geaccepteerd. En het maakt ons niet uit of je een vriendje of een vriendinnetje hebt. We namen altijd iedereen mee op stap. Dus dat was geen issue. Maar aan de andere kant denk ik dat het vooroordeel in het vrouwenvoetbal wel bestaat dat iedereen gay is. En dat is ook niet waar. Dus ja, dat is dan sla je weer door naar de andere kant. En in het mannenvoetbal, ja, het kan gewoon niet zo zijn als je kijkt naar de statistieken, dat er geen homoseksuele man in het mannenvoetbal zit. En het doet mij gewoon pijn dat er nog niemand openlijk uit de kast is gekomen op 3 voetballers na, maar die komen niet uit Nederland. Ja. En dat we daar eigenlijk vandaag de dag nog steeds op aan het wachten zijn. Dat is zo zonde. Ja. Hoe zie jij dat, Wout? Ja, ik denk dat Maud dat heel goed zegt. Als je nu ziet dat er in Australië hebben we volgens mij 1 voetballer die profvoetballer is en op mannen valt. In Engeland is er eentje. En in Tsjechië was er afgelopen jaar eentje die openlijk uit de kast kwam. Dat kan natuurlijk, statistiek gezien kan dat nooit. In Nederland hebben we nog nooit een voetballer gehad die actief is in zijn carrière en op mannen durft te vallen, zeg maar. Tenminste, we weten niet... Daarvoor uit te komen in ieder geval. Juist, ja. En dat is het probleem juist. Kijk, die drempel verlagen om... De cultuur natuurlijk in het mannenvoetbal is wel echt conservatiever, is ouderwetser. Is masculiner ook heel erg, veel mannelijker, zeg maar. Dus dat is
Ik denk dat dat niet bevorderlijk is voor mannen om daar openlijk voor uit te komen. En dan zeggen veel mensen van ja, ze zijn er niet. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Nee. Ik denk wel dat mensen die of mannen die op mannen vallen, eerder uitstromen en bijvoorbeeld niet meer op voetbal willen zijn. Nee. Omdat er namelijk gescholden wordt met het woord homo of met mietje. Of dat die cultuur... Ja, zeg dan maar, ga je niet thuis voelen daarin. Nee, en dat is niet prettig natuurlijk. En iedereen zou moeten kunnen genieten van voetbal. En ja. Ja, ik heb het altijd echt enorm van genoten. In de kleedkamer zijn, op voetbal zitten. Het spelletje zelf, maar ook met die jongens in het team zijn. Ja, ik vond dat super fijn. En ik zou echt wensen dat het voor iedereen net zo fijn zou zijn als dat voor mij was. Nou, dat een heel goed streven daarna. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat jullie met het boek zijn gekomen. Ja. Om het gewoon geaccepteerder te krijgen. Ik krijg ondertussen een vraag binnen. En die is eigenlijk voor jullie beiden hoor. Want groep 6 van de wijde wereld. Die vraagt van, hoe is Paarse Vrijdag ontstaan? Weet een van jullie dat? Nee, ik moet je er altijd wat schuldig blijven, moet ik zeggen. En jij, Maud? Nee. Nee, ook niet. Nee. Maar die vraag voor groep 6 van de Weijenwereld. Als we dat antwoord krijgen, dan gaan we dat even toelichten. Dus dat komt goed. Als je gaat kijken, jullie hebben nu één boek geschreven. Zitten nog andere boeken aan te komen met andere thema's waarvan jullie zeggen, hey, dat is ook iets wat we willen benoemen? Jazeker. Goed dat je dat vraagt. Want ons overkoepelende thema eigenlijk van het boek is dat voetbal voor iedereen moet zijn. Nou, dat noemde ik net al een beetje. In boek 1 ging het vooral over inclusiviteit. Nou, een beetje een moeilijk woord misschien. Diversiteit, dat iedereen erbij mag horen en iedereen hetzelfde is. Boek 2, waar we nu mee zijn begonnen. Dus we hebben net 2 weken geleden onze eerste afspraak daarvoor gehad. Die zal over racisme, discriminatie en pestgedrag gaan. Omdat het gewoon nog een groot probleem is. Niet alleen in de voetballerij, waar we dat nog te vaak zien. Dat zwarte spelers worden uitgescholden op de tribune of dat soort zaken. Maar ook, denk ook op het schoolplein daar nog, waar nog gepest wordt. En ja, wat gewoon heel veel invloed heeft op levens van kinderen en later dus ook op volwassenen. Dus ja, ik denk dat er nog een hele wereld te winnen is om voetbal toegankelijk te maken voor iedereen. En dat hopelijk ook naar de maatschappij toe te brengen. Ja. Hoe zie jij dat, Maud? Wat ervaar jij vandaag de dag? Jij bent van Twente, werk je nu voor PSV. Hoe is het daar bij het voetbal? Wat merk je op de velden? Nou ja, eigenlijk wat Wout schetst, het zit er gewoon nog. En het is gewoon heel lastig, want het is zo lang normaal gevonden. Ook bijvoorbeeld ouders die zo ongelooflijk fanatiek langs de lijn staan en bijna iemand kunnen aanvliegen. En dan hebben we het over jongens onder 8 of zo, wat eigenlijk helemaal nergens over gaat. Dus het voetbal in zijn algemeenheid, vrouwenvoetbal of mannenvoetbal, is denk ik een vergrootglas van de werkelijkheid. Dus wat er in het voetbal gebeurt, dat zie je gewoon veel beter, omdat er altijd camera's op staan en omdat het live wordt uitgezonden. Maar het is gewoon een weerspiegeling van wat er op het schoolplein of op het trapveldje of bij het buurthuis gebeurt. En juist omdat voetbal zo zichtbaar is, hebben wij ervoor gekozen om als ex-voetballers een voetbalboek te maken met die onderwerpen. Hey, en hoe gaat dat, ik zit er nu even over na te denken, op het moment dat jullie tijdens een wedstrijd waar jullie als liefhebber nu naar kijken en vinden dit soort spreekkoren bijvoorbeeld plaats, waar we net het stukje uit het boek over hebben gehoord. Wat kan je doen op dat moment, ook eventueel in het stadion? Ja, ik denk dat de club daarvoor moet optreden. Dus net als dat er een beker op het veld gegooid wordt, wordt er gestaakt. Als er racistische spreekkoren zijn, wordt er gestaakt. En dat zou met homo-spreekkoren natuurlijk net zo moeten zijn. En we hebben helaas nog niet gezien dat dat gebeurd is. Dus volgens mij moet het eerst als een groep meer dan 30 seconden gezongen worden. Maar ja, kijk, er moet ergens een drempel liggen. Maar anders wordt elke wedstrijd zo heel snel gestaakt. Alleen, ja, ik denk dat het bij anti-homo-spreekkoren langer duurt voor er gestaakt wordt dan bijvoorbeeld als er over racisme gezongen wordt. Of als er een plastic beker gegooid wordt. Of als de scheidsrechter uitgescholden wordt. Ja. Dus ik denk dat daar gewoon iets eerder ingegrepen zou moeten kunnen worden. Ja. Hoe is het, Maud? Heb jij in het verleden daar zelf last van gehad als voetbalster? Dat mensen jou uitscholden? Ik heb meer last gehad en dat is ook een onderwerp in ons boek. Ja, ik was een meisje in jongenswereld. Dus dan heb je ouders langs de lijn toen ik nog jong was. Ik was het enigste meisje in een jongensteam. Ja. Oh, je laat je toch niet poorten door een meisje, schop haar neer, weet je wel, dat soort dingen. En weet je, de grap is dat vooral de ouders daarin bepalend zijn. Die kinderen, als je ook gewoon kijkt
om je heen. Kinderen zelf zien geen onderscheid tussen zwart en wit, dik Nee. en dun. Dat wordt gewoon opgelegd door die ouders. En dat merkte ik vroeger heel erg. Dat de jongens vonden het allemaal prima dat ze tegen een meisje speelden. Maar doordat die ouders er zo fanatiek op zaten, gingen die jongens zich anders gedragen. Ja, en dat is wel eigenlijk een beetje de rode draad geweest door mijn actieve voetbalcarrière als meisje in een jongensteam. Ja. Dat je toch altijd extra moet bewijzen. Ja. En dat extra bewijzen, is dat iets wat dan nu ook, wat jij nu ook hebt op andere vlakken dan? Van, nou ja, jezelf laten zien van dit is wie ik ben, dat je ook dan het gevoel hebt dat je dat nu nog steeds moet doen? Of ik hoop dat het nu minder is, maar hoe zit dat nu? Nou, ik denk dat omdat je dat dus dusdanig lang hebt gehad, dat er onbewust gewoon insluipt. Dat je heel erg, ik heb geen ziekelijke, maar prestatiedrang hebt. Dat je gewoon heel graag de beste wil zijn, omdat je altijd heel hard hebt moeten vechten voor je plekje. Dus ja, dat zit er wel een beetje in. En dat is niet iets waar je heel makkelijk vanaf komt. Nee, nou misschien met de tijd dat het dan minder wordt. Ja. Hey, overigens, we hebben natuurlijk even goed nog gecheckt. Want de vraag over Paarse Vrijdag was natuurlijk even terecht waar het vandaan komt. Het is in 2010 in Amerika ontstaan. Dat een van de scholieren aandacht wilde voor mensen die zich soms anders voelen. Of die anders zijn. En die vroeg toen aan haar medestudenten om iets aan te trekken in de kleur paars. Dat heette de Spirit Day en daar is dus vandaan gekomen. Dus kunnen we toch nog even mooi dat antwoord geven. Ondertussen komen er ook wat andere vragen binnen. Onder andere van het talent Middelburg. En eigenlijk is het misschien ook wel in het verlengde wat jij net zei, Wout. Vinden jullie dat de Eredivisie genoeg doet tegen discriminatie? Groep 8 van het talent. Dat vind ik een goede vraag. We hebben net gezien dat de KNVB die mooie actie met die One Love armband, die aanvoerdersband, die aanvoerders al een aantal jaren droegen, dat ze die soort van gecanceld hebben. Dus ze hebben de clubs niet meer opgelegd om die band te dragen. Ja, dat vind ik vanuit de KNVB gezien heel erg jammer. Echt een gemiste kans. Dus de hele signaalfunctie van die aanvoerdersband is weggehaald. Ja. Dus ja, in dat opzicht zou ik zeggen, dat kan nog heel veel beter. Ja, dat is. Laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk wel bijzonder als je met z'n allen zo'n standpunt inneemt. Van we gaan die band draaien. Dat uiteindelijk wordt gezegd. En we gaan het toch weer niet doen. Het is een beetje twijfelachtig. Inderdaad ook niet overtuigend. Slechte zaken, wat mij betreft. Slechte zaak, ja. Ja, inderdaad. Ja. Groep 8 van de Tamboerijn die vraagt. Wat zouden jullie willen zeggen tegen mensen die nog steeds met zulke woorden schelden? Dat is zo ongelooflijk lastig. Want. Dit is eigenlijk de reden waarom wij een kinderboek hebben geschreven. Kijk, op het moment dat je ouder wordt, zoals ik net ook al schetste, die ouders, die zijn zo opgevoed en die gaan niet meer veranderen. En eigenlijk ligt de verandering bij de jonge generatie die nu op het voetbalveld staat. Dus de kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Daar denken wij dat er nog echt winst valt te behalen. Dat als je merkt dat iemand naast je heel makkelijk met woorden gooit waarvan je denkt, nou, volgens mij hoort dit niet. Spreek diegene erop aan en ga het gesprek aan. Dat zou ik doen. En ik weet dat het heel lastig is. Ik was vroeger ook niet zo. Maar ik denk dat ik dat wel zou adviseren. Is dat iets, als je dan ook terugkijkt, dat je denkt van, oeh, dat had ik misschien wel wat vaker mogen doen om anderen erop aan te spreken? 100%. Ik ben structureel uitgescholden voor man-wijf. Was het niet in de klas, dan was het wel op het voetbalveld. En nou ja, zoals jullie zien, vrouwelijke krijgen ze bijna niet. Ik ben echt gewoon een vrouw. Maar omdat je dus een mannensport doet, ben je opeens een manwijf. Het slaat helemaal nergens op. Maar het doet wel pijn. Ja, nou dat was ook een vraag van groep 6 van de Weierwereld. Ben je wel eens gepest? Ja, dus uitgescholden worden voor manwijf. Ja, dat is absoluut. Het slaat helemaal nergens op. Ja, nee. Dus, groep 5 van de Tamboerijn die vraagt, hoe vonden jullie het om een kinderboek te schrijven? Eigenlijk de vraag stellen is misschien al het antwoord geven, maar met een lach op jullie gezicht. Ja, dat was echt heel erg leuk. Ik moet zeggen dat wij vanaf de eerste dag dat we contact hadden, Maud en ik, om het kinderboek te gaan maken, hebben we het echt super naar ons zin gehad. En we zijn nu, denk ik, bijna 2 jaar verder. En ik heb nog geen dag eigenlijk gehad dat ik dacht van, hé, hier heb ik geen zin in of ik vond het niet leuk. Het boek maken was geweldig om te doen. De ideeën richting de schrijver geven, zodat zij het boek kon schrijven, was hartstikke leuk. Het enige wat ik iets minder leuk vond was dat toen het bijna af was, toen moest ik het heel vaak doorlezen om allemaal kleine foutjes eruit te halen. Nou, als ik dat stukje mocht overslaan, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Maar het feit dat we nu boek 2 gaan maken zegt wel, denk ik, dat we er heel veel plezier aan hebben gehad. En ik heb er echt enorm veel energie uit gehaald, dus dat vond ik echt heel fijn.
Ja, en als boek 2 eraan gaat komen, ja, dan zal je dat toch wel weer moeten gaan doen, de vijfjes eruit halen. Ja, zeker. Ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Misschien laat ik het Mout doen deze keer. Ja, ja. Hey, als je kijkt naar het thema jezelf zijn, zou je nog een voorbeeld kunnen geven voor de leerlingen van wat voor jullie, voor jou persoonlijk, op dit moment ook een uiting van jezelf zijn is? En dan begin ik even bij Mout. Een uiting van mezelf zijn. Ik heb altijd heel erg mijn uiting gevonden in mode. Ik zie er nu behoorlijk netjes uit. Maar ik vind het heel leuk om de grens op te zoeken met wat nog kan in de gemiddelde, voor de gemiddelde Nederlander en wat niet meer kan. En dat mensen dan zeggen, Jezus, dat heb jij. Eigenlijk is best wel leuk. Ja. Dus dat is voor mij altijd een uiting geweest van mijzelf zijn. Maar dat klinkt eigenlijk dat je dan dus ook nog wel een beetje aan het zoeken bent wat anderen er dus nog wel van vinden om toch net tegen die grens, maar misschien niet erover te gaan. Nee. Dat boeit me echt helemaal niks. Oh, heel goed. Nee, dat boeit me niks. Omdat je dat zegt, want ik net een beetje tegen die grens, maar dus eigenlijk, joh, er is geen grens voor jou. Nee, maar ik vind het leuk om te shockeren, want heel veel Nederlanders hebben wel een grens. En die denken dan, Jezus, heb je haar weer met, ik ga nu bijvoorbeeld om mijn crocs naar de gym. Ik vind het fantastisch dat je daar dan mannen ziet staan die alleen maar aan het pompen zijn. En dan kom ik aan met mijn crocs. Maar ik doe ook heel veel kilo's bankdrukken. Weet je wel dat? Nou, dat vind ik waar. Hoe is het voor jou, Wout? Nou, kijk, wat ik zelf altijd heel fijn vond, is dat ik ergens energie van krijg, plezier heb in hetgeen wat ik doe. En als je niet jezelf kan zijn, dan kun je ook geen plezier hebben. Dan kun je daar niet met een glimlach ergens van kunnen genieten. En dat is bij het voetbal zo, dat is naar school gaan zo, dat is eigenlijk overal zo. Ja. En in plaats van dat altijd bij jezelf te zoeken, zou ik zeggen van, goh, kijk ook eens om je heen of diegene zich ook net zo vrij kan voelen als jij. Zodat je het met elkaar samen heel erg leuk kan hebben. En dat zou denk ik heel erg veel helpen. Helder. De laatste vraag, en dat vind ik ook wel een leuke vraag in deze lijn. Van het talent uit Middelburg, die vraagt van, hoe zouden jullie gemengd voetbal vinden? Mannen en vrouwen die samen voetballen. Dat gebeurt denk ik al in de jeugd. Ja, in de jeugd. Maar daar houdt het ook wel op hoor. Want op een gegeven moment is gewoon, stel Wout en ik zouden net als in het boek bij elkaar in het team zitten. Op een gegeven moment gaat Wout de groeispurt in. En ik kan heel lang mee. En dan vooral op techniek ook. Maar dan wordt hij sterker en sneller. Dat is gewoon het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Dus je kan niet eeuwig op een bepaald niveau meegaan. Nou pleit ik er wel voor dat de meisjes zo lang mogelijk als getalenteerd tussen de jongens blijven voetballen. Maar als je echt talentvol bent, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, en dan is het, of dan moet je het helemaal gaan matchen dat helemaal in balans is. Maar dat wordt natuurlijk gewoon heel lastig. Dat is, Bij korfbal gebeurt het in principe natuurlijk. Hè? Dus dan zou je moeten zeggen van, hey, 6 mannen en 5 vrouwen. Of 6 vrouwen en 5 mannen. Maar dan moeten de velden wel kleiner. Ja, dan zou het kunnen misschien. Ja. Maar de mannen hebben gewoon een fysieke voorsprong op de vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd. Dus dat is oneerlijke concurrentie. Heel goed. Hey, we zijn alweer bij aan het einde van de aflevering gekomen. Als je nog iets mee wil geven aan de kijkers, als laatste. Shoot out. Je hebt altijd een goeie. Ik heb altijd een goeie. Ja, kijk, eigenlijk heb ik het net al gezegd. Ik vind dat je echt om je heen moet kijken van, goh, wie voelt zich niet zo vrij? Wie kan niet zichzelf zijn? Wie zit er even niet zo lekker in zijn vel? Als je daar even een gesprekje mee aanknoopt van, hey, ik ben niet alleen, ik zie je staan. Ik ben er voor je als je me nodig hebt. Ik denk dat het heel fijn kan zijn voor iemand die even niet zo lekker in zijn vel zit. Of die zich even alleen voelt. Die niet zichzelf kan zijn op een voetbalveld of op een schoolplein. Ik denk dat je dat samen een soort van als groep of als klas of als team kan invullen. Dat het heel erg veel kinderen kan helpen. Dus dat zou ik willen meegeven. Helder. Wil je nog iets aan toevoegen, Mout? Helemaal niks. Perfect verwoord door Wout. Helemaal goed. Hey, mag ik jullie enorm bedanken en heel veel succes wensen bij kinderboek nummer 2. Dan weet ik zeker dat we elkaar nog wel een keer weer gaan spreken. Dus, zeker. Dank jullie wel. Want jullie hebben nog meerdere leuke lessen. Ja. Precies, heel goed. Hey, dank jullie wel. Yes, doei. Hoi, hoi. Doei. Ja, dit waren Mout en Wout over hun kinderboek en vooral ook hoe het is om gewoon jezelf te kunnen zijn. Maar vooral ook van hoe je dus naar anderen
mag en misschien ook wel zelfs moet kijken van als ze zich even niet zo goed voelen, dat je ook aandacht voor elkaar hebt en dat je lief voor elkaar bent. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende. Groetjes. Hoi hoi.